We gaan een lesje spelling doen. Kijker 6, les 23. Woorden met a, au, a of au. Uiteraard met au of ou. Je hebt een potlood of een balpen nodig. En je werkblad, kijker 6, pagina 23. Opgelet, de blauwe oefeningen zijn extra en niet verplicht. Oefening 35. Ik schrijf de woorden over. Het zijn allemaal woorden met au of ou. Je kijkt goed naar het woord en je schrijft het netjes over. Bijvoorbeeld applaus en zo verder. Oefening 36. Je vult aan met au, auwe, ou of ouwe. Ik wou dat ik een kabouter was. Dan moet je goed nadenken, zal het zijn met au of ou. Hier wordt het dus al, ik wou met ou, dat ik een kabouter ook met ou was. En zo maak je de rest van de oefening. Veel succes!